Ja, begin ik nu met mijn presentatie. De titel van mijn essay was Zoektocht naar het goede digitale leven. Mensen en publieke waarden centraal. In deze presentatie zet ik de vragen wie, wat en hoe. Als we het hebben over digitale innovatie, die zet ik centraal. Want dat waren ook de centrale vragen in dit denkersprogramma. Rini, ik kom er even tussen. We zien je scherm nog niet. Oh. Nee, we zien het. Jullie horen me wel. We horen je wel. Goed. Maar we even zien... kijken. Oh, ja. Ik was vergeten om share in te drukken. Oh, application window. Ja. Ja. Nu is het goed, hè? Nu is het helemaal goed, ja. Bedankt. Zal ik opnieuw beginnen? Dat mag, dank je. Ja. Kom, ik begin even opnieuw. Nou, mijn titel van deze presentatie, Zoektocht naar het goede digitale leven. Dat was ook titel van het essay wat ik in het Denkersprogramma heb geschreven. Subtitel was, zet mensen en publieke waarden centraal. Voor deze presentatie heb ik het over drie vragen. Wie, wat en hoe? Dat waren ook de vragen die centraal stonden in dit denkersprogramma. Wie, wat en hoe als we het hebben over digitale innovatie? Nou, als je het over de wat-vraag hebt, digitale innovatie, we hebben het eigenlijk over een digitale transitie. Dus als we het over digitalisering hebben, dan is er de afgelopen 2 jaar, 3 jaar, is eigenlijk een grote verandering heeft plaatsgevonden. Dus digitale technologieën werden toch vaak als gadgets gezien. Maar we zijn er de afgelopen jaren achtergekomen dat digitalisering leidt tot grote veranderingen. Heel veel technologische mogelijkheden, maar ook praktijken en sectoren van de gezondheidszorg tot de energie veranderen daardoor. De wereld verandert. Dus waar hebben we het over? Digitale transitie. En het leek me leuk om hier aandacht voor te vragen. Bij het Radarom Instituut hebben we de afgelopen 2 jaar onder andere met wat wij dan noemen immersieve technologie bezig gehouden. Dus dit zijn 3 recente rapporten. Een rapport over virtual reality, augmented reality en over spraakassistenten. Dat zijn immersieve technologieën omdat die ervoor zorgen dat de scheiding tussen publiek en privaat, tussen fysiek en digitaal, dat die verdwijnt. En ook tussen echt en wat nep is. Het Radarom Instituut heeft daar een manifest over geschreven, gebaseerd op deze 3 technologieën samen. Daar kom ik straks nog even op terug. De hoe-vraag, misschien eerst van hoe dan niet. Dus, nou ja, we kennen allemaal het Cambridge Analytica. Schandaal. Dus Cambridge Analytica, die heel veel Facebook-data gebruikte en eigenlijk misbruikte tijdens de presidentsverkiezingen in Amerika in 2016. En een paar jaar later zei Zuckerberg, was wel een historisch moment, hij zei van, nou ja, we hebben niet onze verantwoordelijkheid genomen, een verantwoordelijkheid die we hadden moeten. Genomen, want we dachten niet dat we verantwoordelijk waren. Dat staat eigenlijk in deze quote. En er was een klokkenluider voor nodig om deze kwestie naar voren te halen. Nou, die hele notie van gebrek aan het nemen van vertrouwen, ik denk dat dat systematisch is geweest voor de afgelopen 2 decennia, kun je wel zeggen. En dat wordt heel goed verwoord door deze Paul Nemitz. Die zit bij de Europese Commissie, is directeur grondrecht en burgerschap. En die zei een aantal jaren terug, die zei van, ja, maar het zijn niet alleen bedrijven die hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen in dat internettijdperk. Het zijn ook de parlementariërs en beleidsmakers. Die hebben in feite ook het feit dat er gaande is, dat een digitale transitie aan de gang is, dat hebben ze genegeerd. En ten koste van heel wat kwesties.
de opkomst van master surveillance, business as business model, surveillance as a business model. Nou ja, er zijn nog allerlei foute dingen gebeurd. En de laatste jaren is ook de hele discussie over van, oké, hoe is nou de relatie tussen internet en democratie? Verandert dat ook niet enorm? Nou ja, dat is dus niet het geval. We moeten dus wel de verantwoordelijkheid nemen. Nou, wat betekent dat dan? Ik denk dat het belangrijk is om een heel breed perspectief op innovatie te hebben. Dus het gaat bij innovatie, digitale innovatie, niet alleen om digitale technologieën, het gaat ook om sociale innovatie. Ik heb hier een quote van een Vlaamse parlementariër in een discussie over over artificial intelligence. En hij zei heel fier, ik ben een ingenieur en ik geloof in technologie. Nou, dat is heel mooi, ik ben ook een ingenieur. Maar ik denk dat het beter is om te zeggen van, ik ben een ingenieur of ik ben een burger of een wetenschapper, maakt me niet uit. Ik geloof in technologie en samenleving. Dus technische en sociale innovatie. Daar is tegenwoordig moed voor nodig om te geloven in sociale innovatie. Nou, waar gaat het dan om? Dat betekent dat als we het hebben over digitale innovatie, gaat niet alleen om het ontwikkelen van de technologie. Het is heel belangrijk, want dat schept nieuwe mogelijkheden. Maar het gaat ook om economische haalbaarheid, dus economische innovatie. Het zoeken naar nieuwe verdien- of organisatorische modellen. En daarnaast gaat het over politieke en maatschappelijke wenselijkheid. En dat betekent dat ook daar, op dat gebied, is er innovatie nodig. Dan moet je denken aan ontwikkeling van een nieuwe taal, nieuwe woorden. Ik had het daarnet over immersieve technologieën. Hoe moet je dat begrijpen? Het feit dat publiek en privaat in elkaar in elkaar schuiven, dat het lastiger wordt om nep van echt te onderscheiden. Nou, het publiek debat moet ontwikkeld worden. Nieuwe politieke denkkaders. Nou, dus daarvoor is ook ethische en juridische innovaties zijn daarvoor nodig. En dat moet tegelijkertijd gebeuren. Dus je moet niet wachten tot de technologie er is en de bedrijvigheid er is om daar nog eens een keer over na te denken over die maatschappelijke inbedding. Dat moet gelijk gebeuren. Nou, dan de vraag wie? Nou, ik zou zeggen iedereen. Dus de overheid heeft een rol, bedrijfsleven heeft een rol, maatschappelijke organisaties, maar ook burgers. Eigenlijk iedereen moet een technologische burger worden. Ik vond in de gesprekken met allerlei stakeholders, vond ik deze uitspraak van Greet van der Biezen, vond ik schitterend. Die zei, digitale vaardigheden zijn ook voor kappers van belang. Nou, dat hebben we de afgelopen tijd met de coronacrisis, dat hebben we ook mee mogen maken. Boeken van dat je naar de kapper gaat, dat digitaal gaat, dat soort dingen. Nou, wat is nu technologisch burgerschap? Ik denk dat Peter Paul er straks ook van alles nog over gaat zeggen. Het gaat eigenlijk over drie dingen. Digitale kansen zien en pakken en de capaciteiten hebben, de kunde om dat ook te doen. Daarnaast, ten tweede, digitale risico's zien en weerbaar zijn. Dus ook weten hoe je met die risico's om moet gaan. En ten derde, ook heel belangrijk, dat is meer de politieke kant van het technologisch burgerschap. Wij burgers binnen een democratie maken die digitale samenleving. Maar dat betekent ook dat we zicht moeten hebben op die ontwikkelingen. Zodat we kunnen meedenken, praten en beslissen over de samenleving die we wensen. Die we samen willen maken. En daarom, staat ook in die sheets, denk ik dat technologisch burgerschap, dat is echt de democratische uitdaging van de 21ste eeuw. Hoewel, dus niet alleen breed naar innovatie kijken en dat ook breed stimuleren. Dat zie je eigenlijk ook in dit plaatje terug. Dit is een handelingsperspectief. Dat komt uit een studie van het Rathenau Instituut, heet Waardevol Digitaliseren. Dus dat is dus hoewel, ja, waardevol digitaliseren. Bestaat uit deze vijf elementen. Het zoeken naar publieke waarden. Want vanuit die publieke waarden moet je dus richting geven aan die innovatie. En daar moet je mee gaan experimenteren. Dus het is vallen en opstaan. En bij dat vallen en opstaan, experimenteren, gaat het om kansen zien en proberen te pakken.
En ook oog hebben voor de risico's. En daar dus gezamenlijk ook een discussie over voeren. En dat brengt je eigenlijk automatisch bij het vijfde punt. Samenwerken en leren. Nou, om een voorbeeld te geven van het verhelderen van wat vinden we nou belangrijk en hoe willen we die samenleving ontwikkelen, kom ik dus weer terug op die drie studies over immersieve technologie. Op basis van die studies, zoals ik al zei, hebben we een Rathenau-manifest geschreven, waarin we zeggen, waarin we 10 ontwerpeisen stellen aan de digitale samenleving van morgen. Die staan hier op een rijtje. Ik zal ze niet allemaal behandelen, maar het is een beetje om jullie te triggeren, om ook naar dat manifest te gaan. Want wij denken dus dat dit eigenlijk de volgende golf is die er aankomt. Het gaat hier om, zeg ik wel eens, de strijd om de werkelijkheid. Want er komt door die AR en die VR, er komen eigenlijk digitale lagen over die werkelijkheid. En dat levert allerlei vragen op. Maar wij stellen hier een aantal eisen voor die toekomst. Bijvoorbeeld dat het inclusief moet zijn. Dat het voor burgers helder moet zijn wat echt is en wat nep is. Dat burgers beschermd worden tegen manipulatie en beïnvloeding. En dat die digitale markt, dat die eerlijk moet zijn. Nou. Ik zou zeggen, ga naar het Rathenau-manifest. Want dan krijg je een blik op de samenleving van morgen. En waar we dus naartoe moeten werken. En dat was het. Bedankt voor uw aandacht.